Drenthe is een plattelandsprovincie. 70% bestaat uit agrarische grond. Bos- en heiderijke omgevingen worden afgewisseld met graanvelden, bloemenakkers en koeien in de wei. Drenthe staat dan ook bekend om haar natuur en de agrarische bedrijvigheid. Die bedrijvigheid in combinatie met ruimte en het unieke decor van Drenthe spelen een belangrijke rol bij de leefbaarheid van de provincie. Samen met agrarische ondernemers, maar ook met organisaties en onderwijs, werken we aan een toekomstgerichte landbouw in Drenthe, waarbij we blijven inzetten op innoveren en verduurzamen. Ik ben trots op de boeren in Drenthe. Ze werken in een schitterend decor en gaan voor kwaliteit van hun product met respect voor hun omgeving. Zelfs in deze tijd durven ze nieuwe paden te bewandelen en te denken in kansen. Ik word blij als ik zie met hoeveel passie zij hun bedrijf verder willen brengen. Gezamenlijk met boeren, organisaties, overheid en onderwijs willen wij de relatie met de consument versterken. Ik vind het belangrijk dat de boer een goede boterham kan verdienen en de consument een smaakvolle boterham kan eten. Tegen de Drenthe zou ik dan ook willen zeggen, geluk zit ook in wat je dagelijks bewust tot je neemt, zoals gezonde voeding. Kijk niet alleen vandaag, maar ook morgen eens vaker naar de opties die dicht bij huis zijn om gezonde voeding te halen. Zoals bijvoorbeeld de asperges van aspergekwekerij Hoorn. Of de dubbel Drentse broden met Drents graan, die bij meerdere bakkerijen te vinden zijn. Of verse groenten, dicht rechtstreeks van het land in de streeksupermarkt. Je kunt zelfs verse melk tappen van zuivelboerderij Bolhuis in de supermarkt in Bijlen. Zo zorgen we ook in deze tijd voor elkaar.